Welkom in de studio van SLTN, waar we vandaag praten met Niels Baas. En die doet zijn naam eer aan, want hij is de baas van NL Ziet. En voor wie dat niet weet, NL Ziet is een platform, corrigeer me als ik het niet goed zeg, waarop je in ieder geval alle Nederlandse zenders kunt zien, heel veel series, films enzovoort, voor pakweg iets minder dan 10 euro per maand, zeg ik dat goed? 7,95. Of fors minder dan 10 zelfs. Ja. We gaan praten over toekomst, heden en ook toch verleden. Want Niels, jij bent ooit professioneel begonnen bij Sanoma. Klopt, ja. Papier. Papier. Nee, okay. Sterker nog, als je nog dieper in elkaar heb ik zelfs bij de kranten begonnen. Oh, kijk. Dus van print ben ik naar tijdschriften gegaan, toen naar televisie, een uitstapje in de facilitaire hoek en nu eigenlijk in de digitale online video. Beschrijf mij eens in een paar zinnen jouw gang daarin, van inderdaad de papierwereld naar de wereld waarin je nu zit, volledig. Ja, zonder papier. Ik ben van jongs af aan enorm gepassioneerd eigenlijk van computers. Ik haal die dingen uit elkaar, ik stopte ze er weer en ik bouwde ze weer op. Dus je weet hoe technisch jouw bedrijf doet. Ja, en absoluut. En met de komst van internet en mijn bedrijfskunde achtergrond kreeg ik natuurlijk een hele mooie combinatie van technologie en business die dingen aan het verschuiven was. En dat heeft me enorm gefascineerd. En bij de kranten was het dat we geboorteadvertenties direct bij wijze van spreken door klanten konden laten maken. Ja, en nu is het gewoon digitaal in 4K streamen op gigantische hoeveelheden, met hoeveelheden data. En dat is natuurlijk fascinerend hoe snel die wereld zich aan het ontwikkelen is. De snelheid daarvan, jij hebt dus een bedrijfskunde achtergrond en een technische achtergrond en kennis. Heb je verbaasd over het tempo waarin dat is gegaan in het afgelopen, noem eens wat, 20 jaar? En soms wel. En soms ook niet. Dus we hebben wel de neiging om dingen te denken dat het heel snel gaat. Ik bedoel, ik heb in de tijd, toen ik bij Sanoma zat ik op Libelle en Margriet. Nou, dat waren de slagschepen van Sanoma. Ja. En dan hadden we 600.000 abonnees en de Margriet 400.000. En dat is aan het afkalven en dat gaat ook wel, maar dat gaat nog best wel traag. En als ik zie hoe goed bijvoorbeeld ook een krantenbedrijf het op dit moment nog doet. He, zo'n DPG Media die toch echt wel mooie resultaten bouwt. Terwijl je zou zeggen, ja, dat medium is eigenlijk zo goed als bijna afgeschreven, een krant. Maar ondertussen zit daar nog best wel veel muziek in. Dus wat dat betreft gaan die dingen ook niet zo snel. En zijn zeg maar de internet visionairs die roepen altijd, is volgende week klaar. Ja, zo snel gaat het. Maar ja, toen de televisie kwam zou het einde zijn van de radio. Exact. En toen internet kwam zou het einde zijn van de televisie. Nou ja, goed. Al die voorspellingen zijn nooit uitgekomen. Heb jij bijvoorbeeld een ontwikkeling als Netflix? Voor jou natuurlijk een grote concurrent. Ja. Ik herinner me nog, 2013 of 2014 kwam Netflix naar Nederland. 13, ja. En ik deed er ook congres en dan vroeg ik aan die zaal, wat denken jullie nou, dat Netflix, wordt dat nou groot in Nederland? En de meesten hadden zoiets van, nou Charles, nou nee, ja, nee, ik denk het toch niet. Ja. En nu 3,5 miljoen abonnees en een dubbele aantal mensen wat er elke dag zo ongeveer naar kijkt. Ja. Ja, had je dat zien aankomen? Ik weet niet of ik het echt zo zag aankomen, dat makkelijk achteraf te zeggen dat ik het, ja natuurlijk zag ik het aankomen. Wat ze heel knap hebben gedaan is natuurlijk de user journey, of in ieder geval het zo makkelijk maken voor een klant, voor een kijker om content te kijken. En het ouderwetse lineaire kijken waarmee je moest wachten tot het programma uitgezonden werd, ja, dat hebben zij echt gekraakt. En inmiddels het binge erbij, hè, waarbij je meerdere programma's achter elkaar kunt gooien. Ja, dat is echt een fenomeen wat zij hebben geïntroduceerd. En ze hebben die hele markt eigenlijk opengebroken. En vanuit hun oude businessmodel van die DVD's per post. DVD'tjes, ja, fantastisch. Was dit natuurlijk een hele logische stap. En als je ziet hoe goed ze, hè, ook technisch dat snappen. Hè. Je hebt in Amerika heb je Roku, dat zal je misschien wel kennen. Dat is een apparaatje waarmee je streaming video kan kijken. Dat was een onderdeel van Netflix vroeger. Dus ze zaten zo goed in de techniek, wisten heel goed. Het internet is er nu klaar voor om dit te kunnen gaan doen. En nu stappen we erin en we zijn first mover en we gaan die markt veroveren. En dat hebben ze heel goed gedaan. In eerste instantie natuurlijk, hè, met de bibliotheken van andere studio's. Ja, en nu zie je de streaming wars ontstaan. Dat zeggen, ja, wacht even, die Netflix die is meer waard dan ik op de beurs. Die wordt zo hoog gewaardeerd. We moeten nu zelf die directe relatie met die eindklant gaan maken. Hè, en bijvoorbeeld wat Disney nu aan het doen is, die pivot, zoals we dat dan met een mooi woord heten, hè, dat is echt zo'n businessmodel schuiven, is echt indrukwekkend. Dat je zoveel bestaande en zekere inkomsten op het spel zet in ruil voor een, ja, toch misschien wel wat onzekere Disney Plus, waarin je zelf dus die relatie aangaat, vind ik echt heel gaaf. Ik herinner me nog dat Netflix van het ene op het andere moment overging van die dvd'tjes in die envelopjes. Ik woon toen in Amerika, ik heb een hoop Disney films via Netflix in mijn postbakje gekregen of in mijn brievenkastje. En ineens boom om. Ja. Dan heb je wel lef. Ja, absoluut. En nu terugkijken en denk je, ja natuurlijk. Maar toen had iedereen zoiets van,
holy shit, hoe durven ze? Ja, hoe durven ze het te doen? Ja, 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 dat is toch af en toe... ja, ook als je, dat is ook het mooie van Netflix, ook wel de jaloezie die ik wel eens aan Netflix heb, los van het feit dat ze natuurlijk heel groot en goed zijn, maar ze hebben geen legacy in die markt. Dus ze kunnen keuzes maken die een traditioneel tv-bedrijf minder snel doet. Daarom wat ik zei, dat Disney-verhaal is ook wel, eigenlijk wel bijzonder, omdat ze heel veel bestaande inkomsten eigenlijk gewoon de nek omdraaien en volgens van gas op het nieuws. We zitten eigenlijk al van het verleden in het heden. Even naar het product NL Ziet. Ja. Jullie hebben nu, als ik het goed heb, 150.000 abonnees. Ja. We hebben 17 miljoen Nederlanders. Daar is nog een wereld te winnen. Zeker. Nee, NL Ziet is op dit moment een propositie die eigenlijk gericht is op de consument die ervoor kiest om alleen internet te nemen bij zijn internetprovider. Want je hebt geen kabel, geen kastjes. Je hebt helemaal niks nodig, alleen internetverbinding. Je kan dat ook met 5G in principe, zou je het kunnen doen. En die zegt, ik hoef geen tv-pakket, want er zijn genoeg streamingdiensten en ik cater of ik verzorg mijn eigen entertainmentbehoeften wel. En daar is NL Ziet een perfect product voor, want als jij toegang wil hebben tot de Nederlandse televisie, of het nou live is of on demand, dan kan je NL Ziet gebruiken. En dat kun je heel perfect naast Netflix of Amazon of Videoland of andere. Want daar zit in, de NPO zit erin, RTL zit erin, ja. Talpa, dus SBS enzovoort zit erin. Ja, ik zal uitleggen, het is een samenwerksverband tussen de publieke omroepen, of publieke omroep, RTL Nederland en Talpa. Ja. Die drie partijen hebben het opgezet. Inmiddels zijn ook de regionale zijn aan boord. En wij bundelen eigenlijk al hun online aanbod. En dat is zowel lineair, hè, traditioneel tv met terugkijken, als on-demand, waarbij je programma's vooruit kunt kijken en heel lang terug kunt kijken. En op die manier is het ook een vervanging voor sommige mensen. Als je niet de volle breedte van het zenderpakket wat Ziggo biedt nodig hebt, is NL Ziet een perfecte vervanging. Want de Discovery's, de CNN's enzovoort. Dan moet je... Ja, Disney's. En wat er gebeurt ook, is dat die kleinere zenders, die zijn natuurlijk, die zitten vaak in global bedrijven, in wereldwijde bedrijven. Die komen allemaal nu met hun eigen streamingdienst. Dus als jij fan bent van Discovery, nou, dan kan je NL Ziet nemen, heb je de basis en dan neem je gewoon Discovery Plus erbij. En dat gaat straks weer met HBO. Ja, iedereen is natuurlijk wat dat betreft met elkaar bezig in deze industrie. Maar toch even de hoofdrolspelers in. Dat is natuurlijk de publieke omroep, dat is RTL en Talpa. Ja. Ja, als ik daar naar kijk, dan hebben die allemaal inderdaad heel erg hun eigen tokootje. En we zaten er van tevoren wat over te praten. Ja. En jij zei, ja, ze zijn eigenlijk allemaal hun eigen roomsoes aan het bakken. Zeker. En samen zou je de baas kunnen worden van een hele mooie roomsoesentaart. Ja, je ziet dat deze markt is een groeimarkt. Die partijen zijn bezig om hun eigen positie daarin te bepalen. Hebben ook gezegd, laten we het ook gezamenlijk doen. Maar uiteindelijk ben je allemaal aan het concurreren natuurlijk op die, om die aandacht en om de share wallet, zeg maar, van je klant. Dus ja, we zijn met meerdere proposities of producten zijn we nu die Nederlandse tv-product naar de consument aan het brengen. En dat is eigenlijk niet heel efficiënt, om het maar even plat te zeggen. Maar goed, dat is een keuze van die partijen om dat op dit moment te doen. Is het een slimme keuze? Ik denk van niet. Ik denk dat op de lange termijn je daarmee het misschien wel het onderspit gaat delven. Omdat je je aanbod versplintert over meerdere proposities en meerdere platformen. Daardoor, we concurreren eigenlijk met wereldwijde spelers. Amazon, Netflix, Disney. Probeer om enige schaalgrootte in te brengen is het handiger. Want dit zijn grote spelers in Nederland, maar Nederland is klein. Dus uiteindelijk ben je op globale schaal nog geen dwerg. Nee, dus, en wat we hier in Nederland doen, en wij denken dat Nederland nog steeds de wereld is. En dan zijn we met 4-5 platformen, zijn we het Nederlands aanbod op aan doen. En mijn pleidooi is eigenlijk, ja, jongens, laten we in ieder geval op de techniek gewoon samenwerken. En op de achterkant en het liefst eigenlijk ook wel op de voorkant. Met behoud van de identiteit van de verschillende partijen. Want dat is natuurlijk altijd het ingewikkelde in zo'n verhaal. Hè. Maar als je heel eerlijk bent, vroeger, als je nu kijkt, hoe komt televisie nou bij de consument? Dat gaat via KPN of via Ziggo. Dus NL Ziet is wat dat betreft niks anders. Het is gewoon een aggregator of een distributeur die feitelijk het aanbod bundelt. Simpelweg omdat de consument het prettig vindt om zoveel mogelijk aanbod in één dienst te hebben.
Nou, als je dan vervolgens ook al je investeringen, alles bij elkaar voert, dan kan je enige schaal met elkaar creëren. En kan je een zo goed mogelijk Nederlands platform bouwen waar iedereen baat van heeft. Want uiteindelijk heeft ook iedereen baat bij het bereik wat iedereen inbrengt. Want RTL bereikt andere mensen dan NPO. Ja. En die mensen kun je, ja, anders ben je die straks kwijt. Die zitten dan vast in een platform. En kunnen die, de NPO heeft een totaal andere bedrijfscultuur dan, ja, RTL, de Talpa. Ja. Kunnen die nog steeds hun eigen, want die willen ook hun eigen nestgeur. Die willen uitstralen wat ze zijn. Absoluut. En die willen niet ondergaan in de grijze massa van NLZ. Krijgen die ook binnen jullie platform of eventueel concurrenten van jou de kans om die nestgeur en het imago uit te dragen? Ja, nou ja, als je NLZ goed kijkt, dan zie je dat de aanbieders een hele prominente plek hebben in onze omgevingen. En het is zelfs zo dat ze binnen onze omgeving zelf kunnen bepalen wat ze willen in de etalage willen zetten. En dat is natuurlijk het gevaar als je je product zou gaan licenseren aan een YouTube of een Netflix. Dan ben je de controle helemaal kwijt. Terwijl NLZ is natuurlijk wat dat betreft iets wat je wel onder controle hebt. En waar ze zelf kunnen bepalen hoe ze bepaalde content naar voren willen schuiven. Programma's willen promoten. Hè, want als je bij de publieke omroep werkt, dan wil je niet... Is het niet een noodzaak om altijd de meest commerciële dingen voor te schoten? Dan wil je ook af en toe mensen iets minder zoetsappigs voorschotelen. En dat is ook de taak van de publieke omroep. Dus het is belangrijk dat zij dat algoritme onder controle hebben. Nou, binnen NLZ kunnen ze dat prima doen. Toch lukt dat? Ze zitten natuurlijk in jullie pakket. Ja. Maar we zitten hier bij een technisch bedrijf, SLTN, die dit soort dingen ook faciliteert voor heel veel klanten. Als je dat zou bundelen, kun je meer deskundigheid voor minder geld inhuren. En kun je meer apparatuur voor... Absoluut. Je kan met minder geld een beter product maken. Eigenlijk is dat wat je doet als je het zou bundelen. Maar goed, een samenwerking, zeker met culturen die totaal anders in de wedstrijd zitten, is gewoon lastig. Ik bedoel, ik maak vast de analogie naar de Europese Unie. Ja, samenwerking is gewoon heel moeilijk, want je moet bepaalde dingen, bepaalde autonomie moet je opgeven. En dat is ingewikkeld. Toch, Gerard Timmer heeft hier aan tafel gezeten, directeur van NOS. Ja. Daar hebben we dit ook besproken. Ja. En die zegt, ik geef het even in mijn eigen woorden weer, we moeten toch wel eigenlijk meer gaan kijken naar echt samenwerken op dat vlak. Ja. Ook gezien die marktverhouding, ik heb met hem ook besproken, ik geloof dat Amazon Google per dag de hele NPO-jaarbegroting binnenhaalt. Zijn de grootheden waar je over praat. Ja, ze hebben laatst weer een boete gekregen van 220 miljoen. Ja, dat wordt gewoon dan hikken ze twee keer en doei. Ja, precies. Nee, het zijn gigantische machten. Vandaag Jeff Bezos of al die jaren nog geen cent belasting betaald ook. En daarom is het is ook super belangrijk, want ook voor Nederland, de Nederlandse democratie, dat we niet verloren raken eigenlijk in die platformen van die techreuzen. Want we hebben gewoon de controle. Je hebt daar geen goede governance op zitten. En dat wil je wel. Je wil wel echt controle hebben over wat we naar de Nederlandse consument brengen. Ja, en iedere partij denkt nu nog dat ze het allemaal individueel kunnen. Allemaal vanuit hun eigen overtuiging. Ja, terwijl iedereen eigenlijk ook wel snapt, dit is natuurlijk heel slimmer om dit samen te doen. Maar dat is een kwestie van tijd, denk ik. Kijk, uiteindelijk, ik ga er niet over. Ik kan het niet beslissen. Maar ik zie het zouden we wel heel graag zien, zeker. Ja. Wat is technisch jouw grootste uitdaging? Heel veel data. Hoe groeit dat? Heb je iets van getallen van hoe groot zijn jullie op dat vlak? Petabytes streamen we er doorheen. Petabytes is 1000 gigabyte. Dat groeit natuurlijk. Dat groeit per. De mate die groter wordt, groeit de hoeveelheid data die je naar de consument moet streamen. En dat wordt steeds meer. En als je de kwaliteit van je video wil, wordt het nog meer. Ik had toevallig gisteren een discussie over. Stel dat we Nederland haalt de finale van het EK. Laten we hopen dat het gebeurt. Maar spelen tegen Duitsland. Zouden we dat dan via het internet kunnen streamen? Daar werd toch voor gezegd. Als je 1,5-2 miljoen gelijktijdige gebruikers dat op internet. Dat zullen er meer zijn. Ja, dat gaan er meer zijn. Dus waarschijnlijk trekt het internet dat nog niet. Dus we zijn dan al heel ver. Maar ik denk dat we nog wel een paar stappen moeten zetten. Willen we echt met 5 miljoen mensen tegelijkertijd naar één wedstrijd gaan kijken via het internet. Maar goed, we groeien elke dag. Onze uitdaging zit in het zorgen dat ons product gewoon simpelweg werkt. We komen uit een situatie waar, en dat is nog steeds zo, waarbij eigenlijk de hele streaming technologie
ja, niet echt hoe noem je het, geharmoniseerd is of geuniformeerd. Dus we zijn allemaal verschillende standaarden, die moeten we allemaal ondersteunen. Want we moeten mensen op een Google-apparaatje, een Windows-apparaatje en op een Apple-apparaatje moeten allemaal kunnen gebruiken. En dat is best complex. Dus we hebben echt een heel complex aan, ja, we noemen dat dan front-ends. Dus apparaten die we, waar het op moet werken. En dat moet samen met onze back-end werken. En we moeten de back-end zo slim mogelijk maken om uiteindelijk de front-ends zo dom mogelijk te maken, omdat we daar heel veel verschillende versies van hebben. En anders moet je dat op elk apparaatje moet je gaan lopen tweaken. En dat is eigenlijk een van de uitdagingen waar wij mee zitten. Lig jij wakker van cybersecurity en van hackers die misschien toch nog net iets slimmer zijn dan jouw techneuten? Ja, tuurlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Aan de andere kant, als mensen hun account wordt gehackt, dan kun je gratis tv kijken op iemand anders ding. Dat is vervelend. Maar ook niet onafkomelijk. Ik bedoel, ik ben geen Adyen met betaalgegevens en dat soort dingen. Ja, we hebben natuurlijk betaalgegevens, maar dat is bij ons ook geoutsourced in een payment provider die dat voor ons beheert. Dus ik lig er wel wakker van. We zijn daar zeker mee bezig met cybersecurity. Hè, want we hebben wel eens aanvallen ook van buiten. We proberen een stuk wachtwoorden en dingen e-mailadressen en wachtwoorden uit te achterhalen. Om vervolgens zich voor te doen als zijnde iemand van NL ziet, u moet uw rekening betalen, dan sturen ze een phishing mailtje, dat soort dingen. Dus je probeert je klant daar natuurlijk wel mee te helpen. Ja. Ja. We hebben heel veel binnen gezeten de afgelopen anderhalf jaar vanwege onder andere corona. Wat doet dat voor jouw markt? Mensen, ja, dat die, is op iedereen, zich... iedereen is aan Netflixen, maar zijn ze ook aan het NL zieten? Ja, zeker. We zien het. We zagen natuurlijk enorme kijkpieken tijdens die conferenties. Dat zag je op lineaire televisie natuurlijk sowieso. Maar ja, ook op 5-6 miljoen mensen die naar Mark Rutte keken. Dus bij ons ook. Dus dat was wel een uitdaging. En je ziet natuurlijk wel door COVID eigenlijk een versnelling in het omarmen van dat streamen. Omdat mensen natuurlijk veel tijd hadden en thuis zaten. En op een gegeven moment ook de lineaire zenders misschien wel op een gegeven moment uitgeput waren qua programma's die erin zaten. Gaan mensen op zoek naar nieuwe dingen. Dus die proberen allerlei diensten uit. Dus ze zagen echt groepen mensen die erin kwamen. Even proberen en het volgende proberen. Maar eerlijk gezegd is NL Ziet toch een iets andere dienst dan een Disney en een Videoland of een Netflix. Omdat daar zitten alleen programma's in die exclusief alleen op die dienst zijn. Maar NL Ziet is wat op het meer een distributeur. We hebben programma's die je ook op je reguliere televisie kunt zien. Dus meer een vervanging van je tv-product. En het aanvullende wat we bieden is dat het on-demand stukje. Waarbij je zonder reclame kunt kijken en lang kunt terugkijken. Dus we bieden gewoon heel veel tv-gemak, zou je kunnen zeggen, voor een kijker. Ja. Niels, laten we kijken naar de toekomst. Van groot belang voor deze sector. Wat voor landschap zie jij over pakweg 5 jaar? Ja, over 5 jaar, voor zover, dat is best ver al. Maar ja, dat is lang in jullie wereld. Dat is in onze wereld lang, maar ik denk dat je een aantal dingen gaat zien. Je gaat op technisch vlak ga je meer een we hebben nu enorm veel verschillende operating systemen waar onze apps op moeten draaien. Ik denk dat dat teruggedrongen gaat worden naar een aantal basisapps. Net zoals je op in de mobiele telefonie ooit zag. Hè. Dat is uiteindelijk nu Google en Apple geworden. Ik denk dat je dat ook op de tv-platformen uiteindelijk, dat daar een beweging naartoe gaat zijn. Dat duurt alleen langer, maar dat heeft te maken met het feit dat tv-vervangingscyclus veel langer duurt. Hè. Nu duurt 7 jaar met een tv. Dus daar zie je wat ontwikkeling. Maar vooral op contentvlak ga je steeds meer samenklontering zien. We krijgen nog meer buitenlandse partijen. We hebben nu Disney, Netflix, Amazon. Maar er gaat, misschien komt Peacock uit Amerika nog wel. HBO, wat nu bij Ziggo zit. En Discovery zullen wellicht een global platform hebben. Dus die zullen ook in Nederland een aparte aanwezigheid hebben. De Viacom-zenders zullen Paramount Plus brengen. Dus je krijgt heel veel verschillende dingen. En uiteindelijk gaat dat ook weer naar een situatie, denk ik. Want als alles verspreidt over die platformen, dat er aggregators komen, zoals dat dan met een mooi woord heet. En dan moet je denken aan Amazon of Apple, maar misschien ook wel Ziggo en KPN, die dan uiteindelijk dat weer voor een consument makkelijk in één rekening brengen en proberen over die apps heen mensen te helpen om het juiste programma te vinden. Dus, en wat voor producten kan ik bij jou of bij andere aanbieders over 5 jaar afnemen wat er nou niet is? Ik denk aan virtual reality, augmented reality, jij bent techneut, dat moet jou tomeloos fascineren. Ja. Oh man, wat voor businessmodellen. Ja. Als we net Netflix bespraken, die ineens een businessmodel zagen in broadband. Nou, we kennen de afloop daarvan. Nou, Netflix heeft net aangekondigd hè, dat ze in gaming gaan. Ik denk dat gaming een best wel een onderschatte industrie is. Vanuit de traditionele tv en misschien ook wel studiohoek uit Amerika dan. En als je ziet hoeveel energie en tijd jeugd daarin stopt, denk ik dat dat best een hele interessante is. De vraag is alleen, op welke manier ga je de verhalen die je op tv maakt, hoe ga je die op een gaming manier maken?
Maar ik kijk uit, ik heb eens naar bedrijven, ik game zelf af en toe ook wel eens. Je hebt Nintendo bijvoorbeeld, die hebben een heel mooie franchise, zoals dat heet. Zelda, dat is een hele bekende game. Ja, als dat in een, dat je, als je dat in een virtuele realiteit gaat doen, dat is, ja, dat vind ik bijna eng. Want dat, je bent zo ver weg van de realiteit, maar het gaat denk ik wel gebeuren. En met een bril op en een ding op, dat je volledig... Ja, je onderdompelt in een totaal andere wereld. Kan dat ook binnen de haakjes van NLZiet op een gegeven moment? Is dat iets wat jullie... Dat durf ik niet zeggen. Wij zijn nog echt op een veel... op een veel basale niveau. Ik denk wel dat als er een virtuele wereld zich veel meer gaat ontwikkelen, dat daar een NLZiet wel een rol in kan hebben. Dat je in die virtuele wereld tv gaat kijken of Nederlands verhalen wil krijgen. En wat interessant is ook, hoe gaan we die verhalen vertellen? Gaan we die op een andere manier dan vertellen dan wat we nu doen? Hè? 20 minuten, 30 minuten en we vertellen het verhaaltje. Of gaan we dat op een andere manier doen? Dat is wel interessant. Dat gaat de komende jaren natuurlijk ook gaat dat gebeuren. Om te zien hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat is eigenlijk iets meer voor de makers. Hè? En ik zit wat op het veel meer aan de ontsluitingskant, zou je kunnen zeggen, van de waardeketen. Ja. Ja. Waar kijk je het meeste naar uit? Toch even naar jouw deel, ja. Technische hoofd. En je bent consument natuurlijk. Ja. Waar kijk jij als het om nieuwe producten en nieuwe productlijnen gaat het meeste naar uit? Dat je denkt, oh, wat zou het fantastisch zijn. Nou ja, wat ik net stelde. Als we die virtual reality kinderziektes, zoals ik het dan noem, kunnen oplossen. Dat je niet meer misselijk wordt. Dat je op de een manier toch nog het gevoel hebt dat je enigszins in contact bent met je omgeving en niet afgesloten bent. Maar dat je je echt volledig kan onderdompelen. Ik denk dat daar wel gewoon toekomst zit. Alleen, ja, ik denk dat we daar nog wel vrij ver vanaf zitten. Maar dat lijkt me ook heel gaaf om daar mee bezig te zijn. Zeker. Voorlopig de realiteit van meer abonnees werken. Ja, voorlopig houden we ons bezig met het metadateren van onze video en zien waar bijvoorbeeld, hè, wel, wat interessant is, we hebben nu baby gewoon een video aan. We willen bijvoorbeeld met AI kijken wat er gebeurt in zo'n videootje real time. En dan kunnen we mensen die terugkijken, kunnen we gewoon zeggen, joh, je zit hier in het programma Kassa, kunnen we niet gewoon naar dat onderwerp wat gaat over die pillen of het onderwerp wat gaat over, weet je, dat je mensen gewoon veel beter helpt om de informatie te vinden in het totale aanbod dat we hebben. Dat is eigenlijk de basisopdracht waar we nu nog voor staan. Even vooruitkijken naar de sportzomer. We zitten nu begin juni. Je had het er net al even over met 7, 8 miljoen mensen naar de finale kijken. Als het gebeurt. Via internet zal lastig zijn. Maar moet je iets apart nog doen om dit mogelijk te maken zo'n zomer? Nee, omdat wij een vast abonneebestand hebben, wat we natuurlijk zien groeien, maar kunnen we heel goed voorspellen wat er gaat gebeuren. En zijn we daar helemaal klaar voor. Zeker. Oké, mooie sportzomer gewenst. Dank je wel.